Ja, ik ben Renate. Ik ben de moeder van Kiva Brown. En Kiva zit nu hier voor de 7e keer bij Melanie. En ik ken Melanie eigenlijk al een paar jaar. En ik heb al wat vaker met haar ook over dyslexie gehad. En ik had zoiets van, ja, mijn dochter, ik zei, Kiva heeft gewoon eigenlijk ook gewoon hulp nodig. En toen heb ik het met Melanie erover gehad, waar zij nu staat. Dat ze eigenlijk alleen maar eetjes haalt met school. En dat ik het idee heb dat er veel meer in haar zit, maar dat zelfs leraren aangeven, dat dit is haar niveau. En ik dacht van, nou, dan moet ik toch eens met Melanie gaan praten. En ja, zodoende ben ik bij Melanie terechtgekomen om erover te hebben met haar. Toen het op school hoorde van de leraren, ze heeft op een andere school gezeten eerst. En daar kreeg ze alleen maar extra werk, extra werk, extra werk, nog meer lezen. Oma heeft met haar gelezen, ik heb met haar gelezen. En het ging eigenlijk maar niet vooruit. Nou, omdat ik ook de school niet echt bij haar vond passen, zijn we op zoek gegaan naar een andere school. En is ze net voor groep 6 is ze naar een andere school gegaan. En ik had gehoopt, ja, ze veranderde wel. Ze bloeide helemaal op als meisje, als persoonlijkheid. Maar het leren was eigenlijk hetzelfde gebleven. Ondanks dat ze op een andere manier les krijgen. Maar van de leraren krijgen ook te horen van, ja, er zit gewoon niet meer in dat meisje. Dit is gewoon wat ze kan, daar moet je bij neerleggen. En dat is heel moeilijk. Dat is echt pijnlijk. Je ziet hoe zij moeite heeft met rekenen, met lezen, met spelling. Eigenlijk heeft zij overal moeite mee. Ja, dat is gewoon sneu. En dan is het frustrerend als je weet dat je man heel goed kan leren. En ik kan ook best makkelijk goed leren. Een zoon niet kan en een meisje niet. Dus ja, dat doet echt, dat knaagt. Dat knaagt. En dat, ondanks dat zij een spirit heeft van ik zet door, ik geef niet op. Wat leraren ook zeggen, ook al vindt ze het moeilijk, ze blijft om hulp vragen, ze blijft doorgaan. Dan heb je, ja, dan moet er toch meer in kunnen zitten. Dan is er iets onderliggend wat niet klopt. Dus wij dachten eerst aan dyslexie. En zodoende dus, Melanie, wil je er eens naar kijken? En achteraf is misschien niet dat ze dyslectisch is. Want ze miste gewoon een paar bouwstenen. Uit de testjes kwam eigenlijk dat ze gewoon nog qua niveau groep 3 zat. En door de bouwstenen die Melanie nu geeft, zie je gelijk van, oh, aha, dat zijn de kreten die je nu hoort. En die zijn gewoon in de loop der jaren eigenlijk dus niet goed erbij ingekomen bij haar op de scholen waar ze heeft gezeten. En nu krijgen ze die dus helemaal brokjesgewijs. Krijgen ze die van Melanie. En thuis blijven dan elke dag ook gewoon oefenen. Ja, dan is het lijkt wel of er een wereld voor haar is opengegaan. Met lezen, met spelling. Ja, wat doet dat met mij als moeder, hè? Ja, word trots. Je bent echt trots. Gewoon trots voor ook het doorzettingsvermogen van haar. Dat ze echt door wil blijven gaan. Het gewoon absoluut niet opgeven. Ook hoe moeilijk het ook soms is, maar dan is wel even een terughaakje van, wat had Melanie ook gezegd, welk spelelement of regeltje die erbij hoort, of wat dan ook, waar ze ook mee bezig is. En is dan even dat denken van, oh ja, en nou, dan zie je die gelach bij haar, nou ja, dan smelt het hartje van de moeder ook. Ja. De resultaten die ik nou zie van de laatste 7 keer, is toch echt wel dat ze eigenlijk, we zijn teruggegaan, ze zit nu in groep 7, we zijn teruggegaan naar groep 3. Daar heeft ze bouwstenen gekregen. En die bouwstenen kan ze nu eigenlijk ook toepassen, ook zelfs met de sommen en met spelling, naar groep 7 toe. Dus je ziet in één keer echt van, ze zat nog op dat niveau. En in één keer, oh, ze kan het toepassen op het niveau waar ze nu zit. Ze stonden er heel erg voor open. De leerkracht uit haar klas stond er echt heel erg voor open. En je merkt wel dat sommige mensen in school, dus de directrice en interne begeleider, die hebben zoiets van, oh ja, maar we gaan eerst wel eventjes zo'n test doen. Intelligentietest. En hebben ze zoiets van, ja, maar het gaat niet om de intelligentie. Ze mist gewoon een paar bouwstenen. Want als je nu merkt hoe snel zij vooruit is gegaan, heeft de intelligentietest er helemaal niks mee te maken. En zij heeft zoiets van, ja, maar we moeten een basis hebben om te kijken hoe we haar les kunnen geven. En ik van, ja, maar dat heb ik nu bij Melanie gedaan. Dus er is nog een beetje wrijving. Maar ik heb zoiets van, oké, ik wacht nog heel even af. Laat de school maar zien dat zij verbetert. En dat gebeurt echt met sprongen.
En ik vind, ja, dan is misschien dat ze dan er open voor staan om meer samen te kunnen gaan werken. Want dat is de hele insteek wat we hebben gedaan. Samenwerken. Melanie, kind, ouder, school. Ja, nou, het begint eigenlijk al als je binnenkomt. De deur open gaat. Hi, daar ben je weer. Volledig aandacht voor het kind. Natuurlijk, ouder is er ook. Maar het kind staat gewoon centraal. Daar gaan we het mee doen. En in principe ben je een team. Maar ja, als je dan die glimlach van Melanie bij de deur ziet en hoe ze dan het kind pakt, dan heb je als ouder al zoiets van, alsjeblieft, afgeleverd, geen probleem. Dit zit in goede handen, het voelt vertrouwd. In de les merk je echt dat Melanie volledig de concentratie, de aandacht, maar wat ik vooral vind, het geduld heeft om een kind echt tot het antwoord te laten komen. Ik merk zelf dat ik als ouder af en toe nog wel zoiets heb van, je wil wat zeggen. Of je wil het toch aangeven, denk aan de bouwstenen. Of je wil zo graag dat zij het goed doen. En Melanie heeft alle geduld en rust. Oké. Ze komt er vanzelf wel, ze weet het wel. Dus ja, dat is eigenlijk wel een beetje magie van Melanie, de geduld. Ik kan een ouder zeker Melanie aanraden. Vooral als je het idee hebt al dat je kind misschien een paar bouwstenen mist. Dat je het idee hebt van, er zit misschien iets in spelling. Misschien iets in rekenen, waardoor het net even het kwartje niet wil vallen. Daar kan Melanie alleen al met een paar lessen, heeft ze daar al. Ten eerste, de eerste les heeft ze al door waar het wringt. En dan kan ze die andere ook verder helpen. Dus ja, gun je kind zeg maar die glimlach. Wat ik voor Kiva heel erg gun is dat zij, ze zit al in groep 7. Dus we moeten nu al een keuze gaan maken waar ze het vervolgonderwijs gaan doen. Het had mooi geweest als we het eerder hadden ontdekt. Dat ze dus in groep 3 of 4 maximaal al toen de bouwsteen had gekregen. Had ze nu veel minder moeite gehad. En hadden we nu ook een makkelijkere keuze kunnen maken voor het vervolgonderwijs. En waar we daar nu voor klaarstomen met dit is eigenlijk dat we toch een grote sprongen willen maken. Dat ze niet in het basis of echt in het kader terechtkomt voor vervolgonderwijs, maar minimaal wel basis. Dat past ook beter bij haar, hoe zij in elkaar zit qua persoonlijkheid. Ook qua mensen die eromheen in die richting zoeken qua vervolgonderwijs. Ja, dat gun ik haar. Dat ze dus ook veel makkelijker, dat ze ontspannender het vervolgonderwijs in kan.